gaan naar de opmars, dames en heren, van de heren. 1500 meter vrije slag, snelste serie. Met in baan 1 voor zwemvereniging Hoorn, wereldrecordhouder Bas Takken. In baan 3 voor VZV Lars Bottelier. Baan 4 volgende dolfijn Jorgos Kotaris. Baan 5 voor PSV Pepijn Smits. Baan 6 voor de dolfijn Jens Bakker. Baan 7 voor Orca David Kuipers. En op een hak voor PSV Stijn Simons. Take your marks. Eerst 100 meter voor de Jorgos Kotaris. Naam 4, 58,75. Volgt door Pepijn Smits en Lars Bottelier. Alle drie hebben zomer vol over water wedstrijden. Bij allebei World Cups. Lars bij de EJK in Hoorn en de VJK in Hoorn. Waren niet in Hoorn, maar in Italië. Veel meter, baan 4 Jorgos Kotaris, 1,59,75. Lars Bottelier, tweede positie, Pepijn Smits, derde plaats. Jorgos heeft een heel goed toernooi gezongen met veel persoonlijke records. Heeft ook zin. Dankjewel Jos.
gaan naar het keerpunt 400 meter. Dit is inderdaad Scotaris nog steeds aan de leiding. Hij is op de 800 meter op zijn naam te schrijven. De zwemmer van de Dolfijn. Verschillen met Pepijn Smits wat kleiner. De voorsprong van Scotaris wordt minder groot. Als we opgaan richting het keerpunt 500 meter, een derde van de race dus achter de rug. Zij en zij nu de heren als we naar het 550 meter keerpunt gaan. En dan liggen de heren naast elkaar. Dan is het verschil het 500ste van een seconde. Tussen de zwemmer Jorgen Scotaris van de Dolfijn, Pepijn Smit van PSV. En kijk daarachter ook in derde positie. Baan nummer 3 Lars Pontelier van VZV. Pepijn Smits doet een goede zaak. Kijk eens, bijna 6 seconden onder zijn persoonlijk record. En Scotaris zit rondom zijn persoonlijk record te zwemmen. Hier op deze 1500 meter vrije slag. We zijn op een keerpunt 750 meter. De heren Scotaris en Smits liggen nog dicht bij elkaar. De voorsprong aan het keerpunt was die voor Smits in baan nummer 5. Maar het verschil is nou net 0,3 van een seconde. Dat is een klein verschil hier op 750 meter. Maar Lars Pontelier daar in derde positie. Hij houdt mooi stand. Hij laat de afstand tussen de heren aan het begin ongeveer even groot.
gaan op naar het keerpunt 900 meter in deze race. Smits en Scotales liggen bij elkaar. De lichte voorsprong blijft er voor Smits. Nu steeds een zesde seconde onder zijn persoonlijke record zwemt. Lars Bottevier zwemt iets onder zijn persoonlijk record en Scotales zwemt rondom zijn persoonlijk record. En zo dus op naar 1000 meter, nu eerst 950 meter. Ik zei het al bij de aankondiging. Bas Takken in baan nummer 7. Baan nummer 1, moet ik goed zeggen. Hij is de wereldrecordhouder in de categorie S10 op deze afstand. Hij deed dat vorig jaar in Tilburg in januari. De NJJK nog een keer. Olympiër, van Paralympiër, Bas Takken. De vierde plaats op de 400 meter vrije slag in zijn categorie. Hier dus aan een goede race bezig, iets boven zijn persoonlijk record, een wereldrecord. Maar hier dus op dit moment in vijfde positie. 1100 meter zijn we onderweg. Pepijn Smits, Jorgen Scotades. Ze blijven mooi naast elkaar liggen. En Pepijn Smits doet dat in een tijd die wat sneller is dan zijn persoonlijk record. En Jorgen Scotades zat net ook net iets onder zijn persoonlijk record. Dus hier zijn de heren een goede race aan het zwemmen. Met samen dus op richting die 1500 meter. De ene versnelling of de andere versnelling wordt steeds afgeslagen. Nu is het Scotades weer. Die wat naar de voorgrond gaat. Pepijn Smits blijft hem goed volgen. Als de heren hier keren voor 1200 meter. Dan is het verschil op het keerpunt 300ste van een seconde. Ja, dan lijkt het verschil tussen Scotades, Smits en Bottevier iets kleiner te worden. Op het keerpunt 1200 meter. Maar de heren aan de leiding, naast elkaar. Het was weer 1500 meter, maar weinig gezien in de Nederlandse kampioenschappen. Dus Scotades en Smits in de banen 4 en 5 gaan naar het keerpunt 1300 meter. En iedere keer lijkt Scotades daar wat versnelling te plaatsen. Of in ieder geval wat afstand te nemen. Maar die Pepijn Smits die houdt goed bij. Dus we zwemmen Jens Bakker voorbij die toch ook met een hele goede race bezig is. Al 14,5 seconden onder zijn persoonlijke record zwemt. Daar in baan nummer 6, Bakker in vierde positie. En hier dus op naar het keerpunt 1350 meter. En weer pakt Scotades daar iets op wat voorsprong.
En weer moet daar een antwoord komen van Pepijn Smits. De lengte om en aan. Gaat Scordares dan hier de beslissende slag uitdelen in deze race. Halve lengte voorsprong nu voor Pepijn Smits. Zo lag hij ook voor de race, de eerste helft van de race, aan de leiding. We gaan naar het 1400 meter keerpunt. Het 1400 meter keerpunt aan de overzijde. En Pepijn Smits zwemt dus nu op de voeten van Scordares. Gaat hij daar nu de slag slaan en de afstand nemen voor het Nederlands kampioenschap? Dit is een hele mooie race hier van deze twee heren. Mooi persoonlijk record van Pepijn Smits. Hij zit al 8 seconden onder zijn persoonlijke toptijd. En hier gaan we dus naar de bel, naar de laatste 50 meter. Scordares is nu iets meer dan een lengte voorsprong op Pepijn Smits. Hij aan de leiding voor de laatste 50 meter voor de bel. Pepijn Smits heeft hier een fantastische strijd gestreden. Iedere keer daar mooi dichtbij gebleven. Scordares hier nu pakt die laatste versnelling. Meer dan een lengte voorsprong, hier bijna 2 lengtes voorsprong. Op naar de finish. En aan de finish gaan we het zien, dames en heren. Jorge Scordares, de ruime voorsprong. Hij heeft gestreden met Pepijn Smits en hij tikt hier als eerste aan en doet dat in 15:41.94. En de tweede tijd 15:45.81 voor Pepijn Smits. Wat een geweldig duel hebben deze twee heren gestreden. 15:53.87 is de tijd voor Bottelier. Terwijl de bellen klinken voor de andere deelnemers. Laatste 50 meter, onder andere voor Stijn Simons en Bas Takken. Zien we daar Jens Bakker finishen, ook Bas Takker en Stijn Simons, zij zijn gefinished. En dan David Kuipers, baan nummer 7. Hij gaat hier zijn 1500 meter race vervolgen, of afsluiten moet ik zeggen. 16:51.66. Dames en heren, we gaan naar de officiële uitslag. Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar of alles goed gegaan is. Hij verschijnt nu in beeld. De nieuwe Nederlands kampioen, 1500 meter vrije slag na een fantastische race. Jorgos Scordares.